Belgisch kampioen Sven Nys domineerde het hele voorbije seizoen van september tot februari. Maar misschien wordt dat grote overwicht dit jaar wel ietsje minder. Ik kan niet ieder jaar Sven Nys zijn die met de grote overwinningen gaat lopen. Het is wel een uitzonderlijk seizoen geweest. Hè? Ja, het is uniek geweest. Die wereldtitel die ontbrak wel, maar die heeft eigenlijk van weinig zeg nog als je ziet wat dat ik allemaal gewonnen heb buiten dat wereldkampioenschap. Dus daar wil ik onmiddellijk voor tekenen. Ook Erwin Vervecke wil het voorbije seizoen wel overdoen en opnieuw wereldkampioen worden. Maar binnenkort is er eerst nog een belangrijker gebeurtenis. Waarop ben je nu het beste voorbereid? Op die tweeling of op het veldritseizoen? Op geen een van de twee echt perfect. Ik ben meestal geen vroege vogel, dus ja, het zal een paar weken duren eer ik echt conditie heb. En ja, die tweeling, dat zal... Daar kan ik niet op voorbereid zijn, want ik weet niet wat mij te wachten staat. Voor ons is het ook even afwachten wat ons te wachten staat in de wedstrijd. Tot half wedstrijd vormt zich een ruime kopgroep met alle favorieten. Opvallend is wel dat het jonge geweld met Niels Albert hier op kop en Zdeněk Štybar in tweede positie de wedstrijd mee kleuren. Maar halfweg is het genoeg geweest voor Sven Nys. Eén demarrage volstaat. En ondanks het snelle parcours pakt Nys zomaar 50 seconden voorsprong. Štybar, Van Toernout, Vervecke, Albert en Zwitsers kampioen Hoyle zijn de eerste achtervolgers. Maar naderen doen ze niet meer. Nys wint zijn eerste cross voor Štybar en Vervecke. De toon is gezet. Ik probeer dat ieder jaar een beetje te doen. In het begin goed te zijn. Maar ik blijf wel met mijn twee voeten op de grond. En besef ook wel dat de anderen misschien nog wel wat beter kunnen worden. Je gaat me niet bijsmaken dat jij ook al 100% bent. Zullen zien.